Wat een heerlijke wedstrijd. Heb je ook zo genoten? Ja, zeker. Ik denk in het begin niet, maar uiteindelijk wel, denk ik. Ja, want jullie komen twee keer met twee doelpunten achter te staan. Wat is het dan als jullie je toch nog terugknokken? Ja, ik denk we moesten hier sowieso gelijk spelen, want we staan natuurlijk niet zo goed. En we bleven ervoor vechten, dus uiteindelijk beloont dat in een punt. Ja, en dat doe jij en op wat voor manier? Ja, het was een aardig doelpunt, ja. Beschrijf hem eens. Nou, ik kreeg de bal en ik dacht, ik zag Kruiswijk de buitenkant afhouden. Ik denk, ik ga naar binnen. En toen schoot ik met een lange hoek binnen. Ja, aardig doelpunt. Ja, je glimlacht erbij, want en zo'n doelpunt en op zo'n moment. Ja, precies. Dat is echt fantastisch. Dat is toch een unicum, ja. Dat is mooi. Ja, want dit maakt wel het verschil tussen gelijkspelen of niet gelijkspelen. Kortom, tussen 18e of 17e plaats. En dat maakt nog wel een verschil. Ja, precies. We hebben alle punten hard nodig. En ik denk dat dit ook weer een stap in de goede richting is, denk ik. Ja, jij bent natuurlijk een echte Rode JC-man. Hoeveel zeer doet het in Limburg, dat jullie even zelfs 18e stonden? Ja, ik denk heel zeer. Ik denk dat de mensen komen ons altijd steunen. En het is natuurlijk nooit fijn om onderaan te staan. En wij doen er ook alles aan. En hopelijk gaat het snel veranderen. De komende weken worden wat dat betreft helemaal belangrijk. Met duels tegen directe concurrenten als NAC en VVV. Ja, precies. Die moeten we gewoon gaan winnen. En dat is daarmee klaar. Dan klim je weer in de ranglijst. Als jij er nog een paar zo inschopt, komt het wel goed. Ja, precies. Dankjewel. Alsjeblieft.